We starten altijd met onze Little Hymns. Misschien is dat ook even leuk om te zeggen. Wat gaan we vertellen? Ja, heb jij een Little Hymn? Nou ja, we hadden net even voor de uitzending waren een beetje aan het speculeren over... Nou ja, wat gaan we dan zeggen? Heb je wat leuks meegemaakt verder? Mm-hmm. En dat is, bij jou was dat het geval? Nee. Nee, bij mij dus ook niet. Ik heb echt weer... Mijn hele week, zoals net ook al zei, bestond uit thuis colleges volgen. En dan zit je eigenlijk gewoon de hele dag voor je computertje. Een beetje te staren, een beetje te luisteren naar mensen die van alles vertellen wat je niet zo heel erg veel interesseert. Ah. En dan zit je dan tot 5 uur, ga je eten en dan ga je tv kijken. En daarna ga je dood. Ja. Nee, dat is gewoon je hele week een beetje. Dus meer dan dat heb ik eigenlijk ook bijna niet gedaan. Nee, ik ook niet. Ik heb eigenlijk alleen maar gewerkt deze week. En ik heb heel hard na zitten denken gisteren nog over wat een Little Hymn zou kunnen zijn. Ik denk van, ik moet toch wel iets hebben gezien, gehoord, meegemaakt, langs zien komen of wat dan ook. Is er maar iets heel kleins wat een Little Hymn verdient? Niks. Helemaal niks. Maar ik weet nog dat jij een aantal weken geleden had je iets op het werk meegemaakt. En dan mocht je dan niet precies vertellen wat het was. En dan wil je dat nou ook nog gaan vertellen. Nee, zeker niet. Nee, maar heb je misschien niet nog iets meegemaakt? Want je hebt natuurlijk een hele spannende baan. Nee, ik heb helemaal geen spannende baan. Nee. Hey, maar even serieus. Misschien om een beeld te geven. Ik werk dus in een hotel. Ja. En zoals, afgelopen, gisteren viel het wel mee. Maar eergisteren hadden we 1 gast. Eén. Ja, weet je, het schiet niet op. Daar bleef je geen lol aan. Nee, nou ja, het enige dat ik eigenlijk dan nog zou kunnen doen, maar dat wist ik eigenlijk ook vorige week al, is dat ik ben aangenomen bij de GGD. Dus ja. Ik moet straks mensen gaan inplannen voor een coronatest. Gefeliciteerd nog. Dankjewel. Dus het kan zomaar zijn dat als je nu luistert en je gaat een keertje bellen van hey, ik wil graag me laten testen op corona, dat je dan mij aan de telefoon krijgt. Ja, ik ga hem laten testen. Ja, ik hoorde toevallig van de week nog op het nieuws inderdaad, dat het echt momenteel een typisch studentenbaantje is. Ja. Ja, en dat was ook heel grappig, want toen ik een soort van Zoom-call, dat je wat dingen werden uitgelegd. En toen zaten er eigenlijk alleen maar jonge mensen tussen. En 1 man zat daarbij en die had zo'n headset op. Dus ik dacht van, oh, die gaat ons vertellen wat we moeten doen. Dat is de godfather hier. Nee, die ging ook daar werken. Oké. Okay. Dat ook gesolliciteerd. Ja, nou ja, het is inderdaad heel veel jonge mensen. Dus ik ben heel benieuwd. Volgende week ga ik als het goed is ermee beginnen. Dus dan misschien heb ik dan wel wat verhalen. Al heb ik wel een geheimhoudingsplicht. Heel spannend. Ja. Nou, dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, maar dat is het eigenlijk wel. Meer heb ik niet echt te vertellen. Ik ben wel heel benieuwd hoe je het vindt. Ik ook. Ik ook. Ja. Goed, zullen we maar even dan muziek gaan draaien? Ja, misschien leuk om nog even te vragen. Omdat we nog geen gast hebben, kun jij misschien als luisteraar een iets grotere rol spelen. Als jij nou iets boeiends te vertellen hebt. Of je hebt misschien wel een eigen Little Hymn, een lofzang wat je aan iemand wil geven. App ons, bel ons. Ja, het kan via de gratis RN7 app. Kun je downloaden op de telefoon. RN7.nl kun je de studio appen. En de telefoon inderdaad, die kun je ook gewoon bereiken. Doe dat. Doe het inderdaad, want dan zijn we niet zo alleen. Nee. Dan worden we wat blijer van. Ik voel me wel een beetje bloot. Mag ik dit even met je delen? Ja, is ook goed. Ja. Delen jullie hem ook even? Duimpje omhoog en zo. Familie, vrienden, iedereen.